De laatste wedstrijd tussen Roosterse en Almere was de gemengd dubbel. Bij Roosterse aan de kant Roxanne Molenmaker en Marijn Put, terwijl voor Almere Cheryl Seyne en Justin Teeuwen het moesten doen. In de beginfase van de eerste game gaan beide ploegen gelijk op. Het is een wedstrijd met veel lange rallies. Het tempo ligt heel erg hoog en dat maakt het hartstikke leuk om te zien. En hier Cheryl Seyne met een punt voor Almere. Zoals gezegd, tempo ligt hoog. En daarmee komen een aantal spectaculaire punten uit. Kijken van de reactie hier van Justin Teeuwen namens Almere. Die op spectaculaire wijze de shuttle toch nog wist te raken. Kijk eens, opnieuw Justin Theo die dat goed doet. Die deze wedstrijd in topvorm was. Het is toch wel fijn voor Almere. Die voorafgaand aan deze wedstrijd met 6-1 voor stond. Dus voor de definitieve overwinning was het niet spannend meer. Maar in de nieuwe competitie telt elk punt. Dus Roosterse was absoluut nog gebrand om toch nog punten te pakken. En daar draait het uiteindelijk ook om in de topsport. Om die punten toch nog te pakken. En daar kan je jezelf dan echt wel voor opladen. Het tweede deel van deze eerste game staat Almere met 14-7 voor. Lopen langzamerhand maar uit. En de verhoudingen waren zeker in deze eerste game duidelijk. Terwijl aan de rechterkant Tamara van der Hoeven en Dave Kodabux een partij hadden gewonnen. Daarmee bleef het alleen nog maar dit duel. Laat in de middag waar dit is nog gespeeld. En hier inmiddels bij de stand van 20-15. Met hier Marijn Put. Marijn Put die de eerste set volledig weggeeft. Deze Marijn Put van Roosterse die speelde een paar weken terug de Belgian Open. Hij won daar de kwalificatiewedstrijd van Tourland in 2 games. Won daarna de tweede wedstrijd van een Duitser. Genaamd Kamnitz. Maar helaas verloor hij de derde wedstrijd van de Deen Brun. Dat moest hij in 3 games doen. En verder deed hij op 28 augustus ook nog mee aan de Slovaakse Open. En wist hij niet te winnen van de als 8e geplaatste Daniel Font. Uit Wales. Dus Marijn Put de Belg. Daarom deed hij mee aan de Belgian Open. Hij heeft een drukke zomer achter de rug. Maar was hier weer topfit om aan de start te staan van deze competitie. In de tweede game gaat het opnieuw gelijk op. 5-4 in het voordeel van Almere. En zo blijven de lange rallies maar komen. Deze gaat uit. Daardoor een opnieuw punt voor Almere. Maar gaandeweg in deze tweede game komt Roosterse toch weer langzij. Hier bij een stand van 10-11. Waarin de shuttle flink over wordt geslagen. Een hele mooie rally dit. Kijk eens, wat een power achter al deze slagen zit. Uiteindelijk weet Cheryl Seyne de shuttle niet onder controle te krijgen. Daardoor ging het punt naar Roosterse. Maar zo is het heel spannend in deze tweede game. Almere won dus de eerste game. En dan weten ze dit in hun voordeel om te zetten. Dan winnen ze meteen de wedstrijd. Maar Roosters geven het echt niet zomaar op. De mannen die elkaar daar even uitdagen. Kijk eens. Wat goed gespeeld van Marijn Put. En zo is de stand weer gelijk. 19-19. Nogmaals in de tweede game. Kijk hier opnieuw, Marijn Put weer met een hele goede smash. Is het deel wist hem daar te houden. Kijk, dit is geniet hoor. Badminton op zijn mooist. In het sportcomplex Koning Willem-Alexander in Hoofddorp. Maar dan geeft Roxanne Molenmaker, die geeft daar een slordig punt weg. Almere op 20-19, matchpoint. En dan een verkeerde service van Cheryl Seyne. En dat is zonde, 20-20. Daar gaf ze een heel duur punt weg. Zo is de wedstrijd nog niet beslist. Extra leuk voor de mensen die toekijken. Want de teamgenoten die
juichen vanaf de zijlijn aan. En hier is het 23-22 het voordeel van Almere. Opnieuw matchpoint. Gaat het ze nu wel lukken? Ja, en dat is het geval. Sheryl Seijnen komt nu weer bij de shuttle. En dat betekent dat Almere twee games wint van Roosissen. Daarmee komt de totale stand op 7-1. Het voordeel van Almere.